Doelee, PA. Meneer Ruiter. En u bent van? Oh, natuurlijk, de directeur van Lancaster. Oh, sorry, Lancaster. Parfums. Cosmetica. Big business. Dat is goed, ik ben om 9 uur bij u. Hoe laat? Er zijn twee redenen waarom mijn baas van vandaag, Gerard Ruiter, op een christelijk tijdstip aan zijn werkdag kan beginnen. Reden nummer 1. Hij is al 16 jaar lang directeur van de Lancaster Cosmetica Groep Benelux. Dus je zou denken, die man kan zelf een beetje zijn tijd indelen. Reden nummer 2. Hij wil eigenlijk een oude rocker zijn. Nou, ik denk niet dat Keith Richards voor 12 zijn nest uitkomt. Dus waarom moet ik dan in godsnaam om 6:30 ochtends beginnen? Meneer Ruiter! Goedenacht! Goedemorgen! Waarom ben ik hier al zo vroeg? Ik weet het niet, we hadden een afspraak, geloof ik. Ja. Zal ik hem bij me houden, dan maak ik uw sigaretjes van aan. Oké. Maar één vraag. Ja? U bent directeur? Ja. Van Lancaster Benelux. Dan mag u toch zelf weten hoe laat u begint te werken? Dat is zo. Alleen als je naar Haarlem, Amsterdam moet, dan moet je voor 7 langs Naarden zijn. Ja. Anders sta je dus gewoon 1,5 uur vast. Dus het is gewoon een praktische reden. Het is niet van morgen stond heeft goud in de mond. Dat is wel waar, maar ik ben ook een boerenjongen. Ja, hè? En dan vind ik dat helemaal niet erg. Ik kom van de boerderie, hè? Ja. Wat woont u hier leuk, zeg? Ja, ik een soort aanleunwoning. Een aanleunwoning? Ja. Ja, het is een hotel. En, prachtig. Ja. En waarom heeft u niet een fijn huis en een villa in Blaricum? Zoals alle rijke mensen. Nee? Ik hou niet van tuinwerken. En waar is uw vrouw? Die ligt nog lekker te pitten natuurlijk. Ja, standaard. Ja? Ik sta niet zo vroeg op. Die gaat niet van u een kopje koffie zetten 's ochtends? Nee, dat is toch geen doen? Nee, maar hebben we nog tijd voor koffie of moeten we meteen vertrekken? Ik denk dat we moeten weggaan, want anders staan we de file. Ja? Niet. Goedendag. Geeft u mij maar de sleuteltje, meneer. Alsjeblieft. Goedemorgen. Morgen. Vindt u het moeilijk om een auto door een vrouw te laten besturen? Nee, absoluut niet. Dan is het goed. Ja. Zo, wat een comfort, zeg. Neemt u plaats, meneer Ruiter. Dank u, blijft. U moet mij wel goede aanwijzingen geven, meneer Ruiter, want ik verdwaal nog op Rotterdamplaat. Waarom bent u eigenlijk geen rockster geworden? Want dat wil u toch eigenlijk? Dat kun je misschien niet voorstellen, maar vroeger, als je in een klein dorpje woonde, dan wist iedereen alles van iedereen. Mm-hmm. Zeker als je in Groningen woonde. En ik wilde graag muzikant worden, want ja, daar had je succes mee. Succes mee bij meisjes. Bij de meisjes, aha. Ja, dat is waar. Ja. Alleen wij hadden in het dorp 1 muzikant. Die man was altijd bezopen. Dus dat was helemaal geen optie. Maar waarom heeft u die droom opgegeven? Ja, ik vind het mooiste wat eigenlijk bestaat als hobby. Na schilderen en schrijven vind ik leuk. Ja. Maar om altijd op de bühne te staan, dat is ook niet eenvoudig. Er zijn natuurlijk duizenden die nooit iets bereikt hebben. Er lopen een hoop muzikale armoedzaaiers door Nederland, ja, kan ik u melden hoor. Maar? Die wonen niet in Newport. Nee. Waar u nee, woont. Nee. Hoe is het nou met bekeuringen als PA? Nou, ik heb tot nu toe bij iedere baas wel 1 keer een overtreding begaan waardoor er een flits afging. Oh ja? Ja, maar dat ga ik vandaag niet doen. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, ik wil er wel op staart trappen hoor. Ja, maakt mij niet uit. Komt u binnen, ik zal de wagen even parkeren. Ja, dat is goed. Ja? Dan ga ik vast naar binnen. Oké. Ik hoop
dat ik hem goed heb afgesloten. Het ging van alles piepen. Dat is goed. Ja, ik heb even zo gedaan. Dat is goed. Toen gingen de lampjes aan uit. Ja. Oké. Welkom. Goedemorgen. Ja, sorry. Ja. Goedemorgen. Je moet met een assistent even inwerken. Wat ik kijk of voor zo'n loos voor u bent. Ja, laat. Ja. U bent de baas, u mag te laat zijn. Ja, dat gebeurt gewoon direct. Echt waar? Ja, wel. Vandaag. Moet je kijken wat ik op heb, of niet? Nee, niet zo dicht zijn die bij elkaar geweest. Een frisse geur, ja. Dat weet ik niet. Een ouderwets geurtje. Ja? Nou, je moet dat toch meteen kunnen ruiken? Nee, nee, er zijn er honderden. Chamade van Guerlain. Oh, Guerlain, ja. Oh ja, vind ik een mooie geur, ja. Want iedere geur heeft een psychologietje erachter, toch? Ja. Ja, nou goed, het heeft met smaak te maken. De geur, hoe je hem vaart, heeft te maken met waar je opgegroeid bent en wat je in je leven allemaal geroken hebt en wat je daarvoor gevoelens bij overgehouden hebt. En dat wordt door een geur geactiveerd. Als ik vers gemaaid gras zeg, ja, dan weet iedereen die hier is wat ermee bedoeld wordt. Ja. En dan ruik je het ook. Als ik poep zeg, dan weet je het ook. Meneer Hoeksema. Dat bent u. Nou, meneer Ruiter, verwacht. Wilt u koffie? U wil ook wel een kopje koffie, hè, meneer Ruiter? Heel graag. Ja, dan krijg je dat weer, hè. Koffie. De zoektocht naar het koffieapparaat. Kijk. Koffie. Koffie. Is het nou Lancaster? Of Lancaster? Lancaster. Met als doelstelling dat we de omzet die gepland hadden. Ik kom er voorbij zitten, ik vind het toch wel interessant, mag dat? Ja, dit gaat over een nieuw merk. Ja. Dat is, dit is nog steeds de werktitel, Manifesto. Isabella Rossellini. Isabella Rossellini is de persoon achter dat merk. We maken geen gebruik van het interieur van de winkel, maar we brengen het interieur mee. Ja, precies. Maar het moet wel passen in die winkel. Ja. Goed. Ik moet even een afspraak maken. Er moet een afspraak gemaakt worden. Met meneer Hoeksema volgende week. Hoeksema, volgende week. Prettige dag, ja. Dank je. Joop Jarig, is dat Joop van den Ende? Hoop marketing, hè, komt erbij kijken. Heel veel marketing. Eigenlijk verkoopt u een beetje gebakken lucht. Nou ja, het gaat wel ergens over, maar zeg maar als je de verhouding product-marketing bekijkt, is het heel veel de sfeer en... Ja. He? Ja, dat is zo. Alleen het leuke van dit vak is dat de marketing heel bijzonder is. Want wat wij verkopen is geen primaire levensbehoefte. Nee, precies. Dus u verkoopt alleen een soort levensgevoel. Ja, kijk, we hebben geen probleem om te overleven met voeding. Althans in dit deel van de wereld. Dus wij hebben alleen maar één probleem, hoe kan ik op gewicht blijven? Dus het omgekeerde eigenlijk. Alleen cosmetica is naar mijn mening een productgroep waar je heel veel kunt doen om het leven van mensen te veraangenamen. Is dat zo? Zit geluk in een flesje? Nee, je moet van nature natuurlijk aanleg hebben om gelukkig te willen zijn. U bent ook een ijdeltuit, hè? Absoluut. Ja, ja. Dat heb ik al lang gezien. Absoluut. Ja. Zal ik die meneer eens gaan halen? Ja, want die zit te wachten. Hoe heet hij? Meneer Verhagen. Hallo, waar gaan we het weer over hebben? We gaan het over recruitment hebben. Recruitment? In het probleem als het aannemen van mensen. Oh ja, dat is wel interessant. Neem de plaats, we gaan hier zitten. Oh, u mag natuurlijk niet de agenda van meneer Ruiter zien, hè? Nee. Lijkt me niet verstandig. God weet wat er allemaal in staat. Dit is een marketingplan. Nee. En toen is hij het niet geworden, maar toen zag ik meteen iets in die man waardoor ik dacht, die kan ik volgens mij ergens anders voor gebruiken. Dus heb ik hem meteen benaderd voor België. En we hebben dat doorgenomen. En ik heb hem de gedachte meegegeven, denk er maar zo. Zegt dat roken, dat is niet goed voor de neus, hè? Dat is helemaal niet waar. Oh. Als jij komt bij de neuzen. De neuzen, dat de zijn neuzen, de mensen die de parfums. Achter het geurorgel zitten. Die achter een stelling zitten met 500 of duizenden geuren, zeg maar. Basisgeuren. Weet je wat die doen 's morgens? Die roken een sigaar? Nee. Die gaan met elkaar in een klein, vies, goor hokje zitten. En gaan allemaal zitten roken. Dat is namelijk om het nulpunt te vinden. Want je kent het merk sigaret wat je rookt. En daar beginnen ze mee. Het eerste kwartier zitten ze bij elkaar te roken. En geloof ook dit? Ook de niet-rokers gaan dan roken. Die roken dan niet over de longen, maar wel om... Wel een beetje een aparte theorie, zou ik zeggen. Maar... Ja. Het is een beetje een opportunistisch theorietje, vind ik. Ja. Prima.
maar dit gaat in. Ja, dat is nou niet echt wat een woord is, hè? Dat kan niet, hè, Daniel Schreef. Wat is dit? Get Your Kicks. Route 66 en dan Gerard's. Uit zeer betrouwbare bron, weet u. Ja. Dat u geen motorrijbewijs heeft. Dat klopt, ja. Dat klopt. Maar dat moet u toch nog gaan doen? Nee, dan wil ik op zo'n trike dat gaan doen. Zo'n driewielen. Een driewielen voor grote jongens? Ja. Ja, maar dat is niet echt. Jawel. Nee, jawel. Kijk. Ja, dat is echt. Ja, dat zou je dus ook met een open wagen kunnen doen. Wat mij betreft. Maar dat is niet zo echt, dat klopt wel. Rock'n'roll, hè? Nee, dat is geen rock'n'roll. Goed. De volgende afspraak. Le prochain. Le prochain, c'est. Uw dochter. Ja. Hallo. Goedemorgen. Nou, uw vader verwacht u. Ja. Ben jij leuk? Nee, meneer Kardinaal. Hallo. Hallo. Dag. Ik ben assistent van meneer Ruiter. Kijk. Nou, kunt u mij volgen? Zeker. Meneer Ruiter, het bezoek. La visite. Easy. Oké. Okay. Een kopje koffie is het al, als ik inschrijf. Ik heb vorige week 3 dagen Parijs gezeten, afgelopen week, deze week, 3 dagen Londen. Dat staat elke keer op de agenda, international buying. En loungeprogramma's, met wie gaan we wat doen? Waar moet dit naartoe? Het staat zo slordig hier op de gang. Hm? Het is niet echt zwaar. Het is voor de meeting van maandag. Ja, good luck. Nee, het zijn sell-in cases. Wat is een sell-in case? We hebben een nieuwe geur op de markt gaan we brengen en dan... Komt dit erin? Zoek je nagels. Oh. Dat is een sales. Ja, en dan gaan onze sales gaan ermee op pad. Meneer Ruiter, de sales zijn binnen. Ah. Primeurtje. Oh. Wilt u het ook zien? Nou, graag. Ik ben benieuwd. Het ziet er goed uit. Graag. Ja, eerst meneer Ruiter en dan u, hè? Graag. Oh, ja, maar meneer Ruiter moet het over u kwijt. Ja. Toch? Hij wil het zien, maar hij wil het ook weer verkopen. Hier hoort nog ja, in. Ik weet het. Ik zei het al, het is nog niet compleet, maar daar komt iets. Het ziet er mooi uit. Ja, ken je hoe die staat? Ja, dat is dus echt. Als je zo binnenkomt, dan win je toch alles. Meneer Schippers, hè? Ja. Oké, ik ga hem halen. Ik moet even kijken waar ik het over moest hebben. Waar u het ook alweer over moest hebben? Ja. Waar gaan we het over hebben? Pour vous? Pour vous, madame. Pour vous, madame. Pour vous. Het is een blad. Magazine en het zijn winkels. Oh ja, het zijn ook winkels. Ja. Dus eigenlijk, oeps, die kant op. Alles goed? Ja, prima. Wat is het? Ja, sorry, dat heb ik. Ik heb van de week even een envelopje van Lancaster opengesneden. Je ziet een scherpe randje. Kijk, ja, hè? Ja, dat zijn er. Nou zeg, zal ik een pleister halen voor u? Nou, nee, gaat wel goed toch? Ja? Ik kom aan. Ja. Of hebben we niet iets desinfecterends? Ja, dat bijt. Ja, maar dan wordt er echt fan van. Ja, nou. Ik zou het wel een beetje. Zou ik wel doen? Ik zie dat u ontzettend angst weet u al uit. Mag ik hier plaats nemen? Kopje koffie? Heel graag. U ook nog een kopje koffie? Heerlijk. Ik geloof wel in open stelsystemen. Alleen ik denk dat het omgekeerd moet gaan worden. Dat winkels zeggen, dit is mijn concept, zo is mijn winkel. En ik wil daar open stelsystemen hebben, maar onder mijn regie. Steeds contact ermee. Meneer Ruiter, ik zet de auto vast voor, want we hebben een lunchafspraak, hè? Zo. Oh ja, oh, dat is goed, ja. Tot ziens, bedankt. En sterkte met de snijwond. Stamp on my blue suede shoes. You can do anything. Lay off of my blue suede shoes. There goes my heart again. 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 So don't. We were the lovers who strolled